Goedendag, het is zaterdag 16 februari, de eerste dag van de allereerste Krokusweek. En we zijn toch nog maar eventjes het skigebied ingegaan. En we gaan nog eventjes een klein rondje maken. We zijn weer in Sheffield aangekomen, hier bij de Eiberg. Het is hier echt wel boven nul, maar de pistes liggen er nog steeds op dit uur. Het is ongeveer 2 uur in de middag en nog steeds heel goed bij. Aangekomen hier in Elmau, bovenop de Hartkeizerbaan, of bij de Hartkeizerbaan. Het is weer gezellig druk. Nou, nu we toch bij Elmau zijn, gaan we nu ook weer eens de Ramhartlift nemen. Dat is voor de meesten een onbekende lift. Waar is die? Dat is de sleeplift die hier zometeen opdoemt, hier aan de linkerkant. Daar heb je ook 2 hele leuke pistes. En wij noemen die pistes altijd vergeten pistes. Nou, jullie zien het, op deze wisseldag is het nog redelijk rustig en we zijn benieuwd hoe de rest van de week verloopt, maar dat gaan jullie zien op fantastischoostenrijk.nl. We zijn weer terug bij de Eiberg hier in Sheffield. En nog steeds, het is een uurtje of 3. Pistes houden zich hartstikke goed.
Wij gaan de dag hier weer afsluiten hier in Schieweld en dan vooral in het skigebied van Scheffau en Elmau, waar we vanuit dit punt nog een heel mooi uitzicht hebben op de topjes van de Wilde Keizer. En de pistes die hebben zich goed gehouden. De temperatuur is zeker boven nul. Ik denk dat het hele lage dauwpunten zijn. Droge lucht. Dat betekent dat de sneeuw niet zo heel erg hard gaat smelten. Maar goed, een weerbericht staat morgenochtend weer voor jullie klaar. En wij sluiten hier af met recht voor ons de Hohe Salve. En ik zeg maar weer, de groeten.